We doen nu een ecologische velling. Dat wil zeggen dat we hem tot ongeveer in de helft afzagen. En dus dat de onderste takken blijven ook bewaard. Zodanig dat ook in al die holtes, in al die onder die stammen en zo verder, ook nog allerlei dieren kunnen leven. Dat er ook nog vleermuizen in kunnen. Wie weet, misschien zelfs een uil kan in gaan wonen. Maar voor de veiligheid is eigenlijk echt wel dood. Dus voor de veiligheid is het echt wel noodzakelijk om hem eigenlijk ecologisch te vellen.